Een hele goedemorgen, dames en heren, traders, aspirant-traders. Even kijken, ben ik goed verstaanbaar allereerst? Ik zal even de chat previews even voor jullie aanzetten. To everyone, to everyone. En dan kunnen we zo van start, hè, denk ik. Dus even kijken, als jullie ook de vragen willen stellen in de chat, dan graag. En we gaan vandaag een leuke dag van maken. Een leuke sessie. Ik doe de lunchwebinar vandaag. En dan wil ik me focussen op een bepaalde markt. En dat kan bijvoorbeeld de DAX zijn, de Duitse DAX. Ga jullie nog het een en ander vertellen over Monitor Trading Support System. Ook nog iets over live trading morgen om 9 uur op YouTube. Ook de live trading dag op 7 april. En daarnaast beantwoord ik natuurlijk ook alle vragen van jullie. Dus wie van jullie is al aan het daytraden op dit moment? Al dan niet met M2 natuurlijk, hè? Ik zie een aantal bekende gezichten, bekende namen. Ja, nog aan het oefenen. Heel mooi. Dat is mooi, Antoine. En ook met M2 nog niet, zegt Marnik. Oké, okay, en als je nog niet aan het daytraden bent, wat is de reden daarvan? Wat weerhoudt je nog om te gaan daytraden? Nou, ik zie ook anderen natuurlijk. Christophe, die is ook al heel lang lid natuurlijk en die kan ook Daniel over vertellen. Ik heb een Q&A-vraag volgens mij. Gebrek aan ervaring. Liever in de chat alles zetten. Nou, de ervaring moet je natuurlijk opdoen. En dat kan ook met EvicTrade met een demo-account namelijk. En dus alles is mogelijk. En het is een hele leuke ja, bezigheid. Maar ook natuurlijk lucratief. Omdat je dan ook in dalende markten geld kunt verdienen. Dus dat je niet alleen afhankelijk bent van stijgende markten. Christel zegt, dag Jar, ik ben weer beschikbaar tijdens lunchpauze. Ik ga het weer opnemen, jullie na mijn dagjob. Nou, hartstikke goed. Je weet ons te vinden natuurlijk, Christophe. En dat wil zeggen van ook de deelnemers die natuurlijk het M2-systeem al hebben in het verleden, die kunnen dat ook afstoffen, update krijgen enzovoort. Dus nou, ik wil jullie ook meenemen naar de wonderwereld van daytraden. Als je vragen hebt, graag even jullie vragen poneren in de chat, dus niet in de Q&A. En dan wil ik jullie ook ja, je vragen beantwoorden, wat je ook gewoon in je opkomt. En het is een interactieve sessie, dus doe graag mee. Dan ga ik even het scherm delen. En dan laat ik eerst zien hoe dat systeem eigenlijk werkt ook. Dat is namelijk als volgt. Screen 2 is deze. Status server. Nou, dit is een overzicht van de DE40 Mini. We hebben een profiel aangemaakt van deze markt. En dat is namelijk als volgt. Even kijken hoor of ik deze in kan zetten. Een aantal markten moet ik natuurlijk inzetten. Dat doen we op basis van een drieluik. Wij doen altijd drie grafieken. Dus rechtsonder pakken we een hoge timeframe. En we pakken een middelste timeframe. Die staat rechtsonder. En de linker timeframe, dat is de grootste timeframe. Dat is namelijk als volgt waar je op handelt. Nou, waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, in ieder geval dat je focust op één markt. Ik doe bijvoorbeeld de DAX. Laat ik nu vandaag zien. Je moet even in perspectief plaatsen van hoe ziet een grafiek eruit. Waar beweegt de grafiek naartoe op lange termijn? En dan zie je eigenlijk aan rechtsonder. Ik zal deze bijzetten met een annotate. Met de spotlight zal ik die erin zetten. En dan zie je hieronder, namelijk dat 15 minuten grafiek van de mini-DAX, die begint linksonder een beetje, op 14.520. Nou, we zijn inmiddels 600 punten, 500, 600 punten zo wat hoger. We noteren nu 15.200 bijna. Dus dat is
700 punten bijna. Dus dat is echt een forse beweging. En zo kun je dus in één opslag zien ja, hoe de markt beweegt. We hebben bij die 15 minuten piek ook automatisch de pivot points ingetekend. Dat doen we altijd. Dat staat er standaard in het programma van ons. En daarin kun je dus goed afleiden wat de steun- en weerstandsniveaus zijn. De pivot point, dat is een ingewikkelde berekening op basis van, de vorige koers, van de dag ervoor. En dat is een beetje ingewikkeld berekening op basis van de hoogste koers, laagste koers, opening, slot. Daar een ingewikkelde berekening op losgelaten. En daarop geprojecteerd zijn de support, terwijl de steunlijnen. Het begint vanaf de PP, die worden natuurlijk ingetekend op het programma. Dus des te langer een dag duurt, des te langer die streepjes worden. En de pivot point die ligt hier op dit moment rond de 14.800. Aan de onderkant zie je een S1, dat is een support 1. Dat is afgeleid van die PP. En onder de S1 ligt niet geheel verrassend de S2, dat is een support 2. En helemaal rechtsonder is de support 3. Deze niveaus komen later misschien nog aan bod. Als de markt helemaal wegzakt. Maar voorlopig zijn we dus noordwaarts aan het koersen. Dus vanaf de daily open, zoals je hier ziet, zien we dat we gelijk doorgaan naar de R1. Resistance 1. En het volgende niveau zou dan R2 zijn. Nou, dit zijn niveaus die ook door de markt worden bekeken. Het zijn geen niveaus die in beton groter zijn, maar dan kun je wel op deze manier een beetje inzicht creëren van waar de markt naartoe kan gaan. Dus in principe zou de eerste etage R3 zijn, R2, en de volgende etage zou dan R3 zijn, hier. Dus dat is in ieder geval mogelijk. Daarnaast zie je ook nog andere streepjes, dat is de rode lijn onder yesterday low, dat is een rode. Dat betekent dat is de laatste koers van gisteren. De DO is de daily open van vandaag. De blauwe yesterday high is de hoogste koers van gisteren. En waarom staan die erbij? Om de kracht of de zwakte van de markt in kaart te brengen. Ja, je ziet dus dat de markt boven de yesterday high is uitgebroken bij daily open. En dat die vervolgens door is gestegen richting de R1. Oftewel, de markt is nu positief qua sentiment. Nou, gisteren was het heel, heel negatief natuurlijk. En je ziet dat de laatste koers op 6:45 was. En die correspondeert met de yesterday low. Nou, wat we ook nog hebben is een soort 5 minuten timeframe. Die heb ik er ook in gezet. En daarin zie je ook verticale lijnen. De F staat voor Frankfurt open om 8 uur. En de L staat voor 9 uur open. Er wordt ook een vraag gesteld. Hey, ik zie dat we niet gelijk lopen qua tijd. Dat is de servertijd, Antoine. De broker die biedt het platform aan. En die heeft de server ergens neergezet. Nou, als dan de server 1 uur voor loopt of 2 uur voor, dan klopt dat de servertijd 1 of 2 uur voor loopt. Nou, volgens mij zijn we hier aan de rechterkant nu aan het handelen. Dan lopen we hier 2 uur voor. Dat klopt. Dus kijk niet naar die servertijd. Ga ook niet de computer uit het raam flikkeren. En jezelf natuurlijk ook niet achteraan springen. Het ligt gewoon aan de servertijd. Nou, hier zie je dus dat de Frankfurt Open, als het iets duidelijker is, hè, dan wordt ook die pivot points neergezet. Die verticale of die horizontale streepjes zie je hier. En dan zie je dat die ook doorgetrokken wordt. Nou, de 5 minuten is leuk en aardig. Ik kijk er zelf eerlijk gezegd niet zo heel veel naar, maar dan kun je wel een beetje zien van ja, hoe de markt beweegt en waar de kansen liggen. Maar ik vind het belangrijk dat we dus gaan kijken naar het volgende. Dat we daar gaan kijken. Even kijken hoor, dat deze ook lopen. Ja, waar de markt naartoe gaat. En kijk, je handelt altijd aan de rechterkant. En dat is het vervelende. Want je weet natuurlijk niet wat de koers van later is. Maar dat geeft ook niet. Het enige wat ik hier wil meegeven is dat als je gaat handelen of als je gaat beleggen, is het natuurlijk cruciaal om te weten wanneer moet je erin. Wanneer moet je kopen of verkopen.
long of short gaan? Of wanneer moet je dan weer de positie sluiten? Nou, dit systeem die is door een oud marketmaker, Alois Matthijssen, ontwikkeld. En die heeft dus ook een vraag gesteld van zichzelf. Ja, ik wil eigenlijk weten of de markt opwaarts of neerwaarts trendeert. Nou, die vraag heeft hij beantwoord door middel van de vloeiende lijn. Dat is de Proprietary Moving Average. En dat heeft dan ook een of een blauwe kleur of een oranje kleur. Nou, als je dus of blauw of oranje hebt, hè, weet welke kant de markt op gaat, dan heb je al de helft van het vraagstuk opgelost. En dan is natuurlijk de vraag, de timing, wanneer moet je nou in de markt? Nou, dat heeft hij dus ondervangen door die pijltjes erin te tekenen via een bepaald algoritme, bepaalde formule. En die pijltjes die geven dan aan wanneer dat je in de markt moet. Nou, je ziet dus heel veel pijltjes, blauwe zoals hier. En als dus een blauwe pijl verschijnt, moet je kijken onderin of onderin ook groen is. Geen puntjes. Als er puntjes zijn, dan hoef je nooit te kijken, want dat betekent dat je niet moet handelen. Puntje betekent geen momentum. Nou, ik maak het niet altijd ingewikkeld. Je ziet ook onderin kleurschakeringen. Lichtrood, felrood en donker. Felgroen en donkergroen. Daar kijk ik zelf niet zo heel veel naar. Ik vind het belangrijker of we een pijl hebben. En onderin dat het ook groen is zonder puntje. Dan kun je een trade in plaatsen. Nou, als jij handelt in de markt, dan moet je natuurlijk orders plaatsen. Dan ga ik zo uitleggen hoe die orders geplaatst kunnen worden. En de vraag is aan jullie, is het duidelijk op dit moment? Wat ik hier heb uitgelegd, hè? Dus dat je de trend moet bepalen en dat je ook moet weten wanneer dat je in de markt moet gaan of uit de markt. Ja, Jascha zegt duidelijk, hartstikke mooi. Top. Nou, normaal gesproken moet jij namelijk orders plaatsen. En dat doe jij door via een nieuwe order te plaatsen. Moet je iedere keer het aantal intoetsen. Bijvoorbeeld 1, 0.1. Deze. En dat betekent dus dat je met een volume van 0.1 10 cent speelt, 10 eurocent, met 1 euro daling qua punten. Nou, dit is dan de DAX. Dit is 15.184. Je hoeft niet het hele, je hoeft dus niet het hele bedrag op tafel te leggen. Je kunt met 1000 euro van start. En dan mag je precies één DAX handelen. Je kunt ook met 200 euro beginnen. Nou, dan is het zo dat jij 0.1 kan handelen. Nou, ik heb hier een stop-loss niveau en een take-profit niveau. Nou, iedere keer als jij de signaaltjes krijgt, je moet alles hier invullen. Nou, dan ben je 5 minuten verder. Dus wat hebben we ontwikkeld? Althans, Alois Matthijs heeft ontwikkeld. Hij heeft een soort trader dashboard ontwikkeld. Staat er rechtsboven. Hashtag TDB een gezichtje. Als je op dat gezichtje klikt, dan krijg je de instellingen te zien van de knopjes rechtsonder. Dus daarin zet je van tevoren een take profit in van 15 punten. En een stop loss van 15 punten. Met een correctiefactor van 10. Dus hier staat 150. Maar dit zijn 15 punten. Stop room 30 punten. Dat betekent dus eigenlijk hier 3 punten effectief. Lot size heb ik aangegeven 0.1. En de rest kun je op zich vergeten. Nou, dit heb ik erin gezet. Dus ik zou kunnen zeggen, weet je wat, ik ga een order plaatsen. En dat doe je dus in één druk op de knop. Door rechtsonder te kijken, je hebt 2, 4, 6, 7 knopjes. De BM en de SM staan voor buy market en sell market. Dus om te kopen en long te gaan en short te gaan. En je hebt een BS en een SS om voor te kopen de buy stop met een vertraging. Daar was je stoproom voor van 3 punten. En een sell stop. De stopknop is om een order te cancelen of om te sluiten. En die twee onderste knopjes zijn om de stop los aan te trekken. Nou, wat ik even ga doen, is we zien dus ook een pijl verschijnen. Ik ga controleren onderin. Zien wij rood en geen puntje? Nou, dat klopt. We krijgen zelfs een melding dat er een sell-signaal aanstonds is. Nou, dan gooi ik er een sell-stop in. Dan komt hij een aantal punten onder de candle. Waarom? Omdat ik die candle, die wil ik doorbraak zien forceren
aan de onderkant, zodat hij dus doorzet. Nou, we zitten nu in een soort lunchperiode, lunchtijd. Ik ben niet zo heel erg blij met lunchwebinars, want dan gebeurt er meestal niks. Maar ik laat deze zien hoe dat werkt. Nou, dan hebben we dus min 1,4 verlies, maal 0,41 cent. En Theo heeft gezegd, ik heb een glazen bol inderdaad. En je zag dus ook een rode candle. En dan zie je dus ook dat die rode candle wordt gevolgd door een andere candle. Ik stuur op de kleur van de PMA. Dat is namelijk een verkooppijl oranje. Die hadden wij eerder ook al gehad, hè, hier. En dan zou je dus vanaf dat moment 8 punten plus staan. Met die verstande dat we ook natuurlijk eerst iets in de min waren gegaan van 5. Wat zijn de kosten van zo'n trade? Nou, de kosten van zo'n trade zijn alleen deze. Dat is namelijk een 0,1 contract. Maal de spread. En de spread, dat is het verschil tussen bied- en laadkoers. Die staat hier op 0,9. Dus oftewel mijn trade die ik nu heb gedaan. Ben ik dus 9 cent kwijt aan kosten. Dus dat zijn de kosten. Doe je 1 contract, moet je 90 cent goed maken. Doe je 10 contracten, moet je dan 9 euro goed maken. Maar goed, als je 10 contracten doet met 1 punt, heb je 10 euro verdiend. Dus daar komt het op neer. Nou, nu zien we dus dat we in een trade zitten. Mooi is dat je ook handmatig de stop loss die aan de bovenkant zit, naar beneden kunt trekken. Dat doe je dus door met je muis over die lijn te gaan. Hoveren, dan wordt hij verticaal. Pak je hem op en dan sleep ik hem heel snel richting de body van de candle. Nou, je kunt ook break-even zetten bijvoorbeeld. Nou, dan fine-tuning kun je ook doen. Onder stopknop rechtsonder staat SL naar beneden. En dan ga ik even ticksgewijs naar beneden. Nou, dan zie je dus dat we 3,6 plus hebben qua winst. Nou, dan is er de mogelijkheid om richting het winstniveau te gaan. Die take profit is dat als we doorgaan. En dan zie je dus dat je op dat moment een winst hebt van 1,4. Dat is namelijk 15 punten maal 0,1. Dus zeg maar 1,5 euro minus wat kosten. Maar dan zie je dus dat nu kan er niks meer gebeuren. Je gaat gewoon achterover leunen in je stoel. Je hoeft niks te doen. Het enige wat je hoeft te doen is freewheelend stop los naar beneden te trekken. Dat is nu een stop profit geworden. En zie je dus dat we nu een 5,6 winst hebben. Dan kun je zeggen, ik tik hem af. Nou, dan tik je hem af, 3,6. En dan ben je uit de trade. Nou, hoe lang hebben we in de trade gezeten? Ik denk nog ineens 3 minuten. Nee, 4 minuten. Dus zo doe je dat. En het belangrijkste is dat je ziet dat het eenvoudig te bedienen is. En wie vindt dat op zich een interessant gegeven? Dus dat jij in dalende markt je geld kunt verdienen. Hè? We hebben dus eerst verkocht, short gegaan en later hebben we gesloten. Zijn er vragen over deze trade, zeg maar, over dit geheel? Nou, dit is het enige wat je hoeft te weten. En het mooie van het systeem is, het is een plug-and-play. Je krijgt het systeem uiteraard tegen betaling aan. En dat is namelijk het pakket, net als die trade-verketen, een all-in pakket met enige begeleiding. En daarmee kun je gewoon zelfstandig aan de slag. Je ziet het als een soort IKEA-kast, waarbij je dus zelf aan de slag gaat. Je krijgt wel eerste hulp bij het aantal plankjes in de kast schroeven. Maar de rest moet je dan zelf doen. Dus als die kast gewoon staat, dan kun je zelf verschuiven. En het belangrijkste is dat je hiermee zelfstandig aan de slag kunt gaan. We geven elke week op maandagavond geven wij een Q&A-sessie. Vragen en antwoorden. We hebben tutorials, we hebben een membership site. En daarin geven we ook gewoon begeleiding. Degene die nog nooit heeft gehandeld, hè, of gedaytrade, hoe komt het over? Is het moeilijk of is het ingewikkeld? Want zoals Harm ook altijd zegt, volg de olifant, hè, volg de pijlen. En that's it.
IKEA is een slecht voorbeeld, ja. Het is wel intensief. Je moet er tijd voor nemen. Ja, nee, Jasja. Zeer complex. Want wat is eigenlijk complex, Joop? Dat is wel een interessante. Want het enige wat je hoeft te doen, checklist maken. Checklist van, staat het pijltje op blauw of staat hij op oranje? Dat is één. Twee, is onderin groen of rood? En drie, is er wel of geen bolletje? Heb je drie dingetjes, drie voorwaarden. Meer hoef je niet te doen. En dus het enige wat je moet doen, wat complex kan zijn, is even die koop-verkoopknoppen leren. Ja, maar dat is als je weet hoe je moet koop-verkopen, dan is het klaar. Dus iedereen, dus zelfs jullie, hebben deze trade kunnen doen, waar we volgens een boekje gehandeld ook hebben. We hebben hier dus gezien. We hebben een verkoopsignaal. Hier hebben we dat gehad. Nou, was naar beneden gegaan. Klik. En inderdaad, je moet even, als je in een trade zit, even gaan kijken van hoe ver dat je doorgaat. En dan de winst of verlies nemen. En that's it. En het mooie is dat je ook heel veel verschillende markten kunt handelen. Ik zou ook altijd aanraden om focus te houden op één markt. Dus dit is bijvoorbeeld de D40. Dat is de DAX. En ja, zo kun je alles in kaart brengen. Het is wat het punt is. Je hebt geen complexiteit van, oh, zal de markt wel naar beneden gaan? Oh, ik denk dat de markt gaat draaien. Dat is niet zo, want dit is objectief. Een objectief indicator. Ik zou voor jullie nog een verzoeknummertje willen doen dan inderdaad. Noem eens een markt die hier te vinden is, waar je kan handelen. Symbolen, zal ik het even laten zien. Want via de symbolen kun je alles zien wat je hier wilt handelen. Alleen indices, valuta, commodity bijvoorbeeld, maar geen losse aandelen. Dat doen we niet. Dat doen we bewust niet omdat het dan een fonds-specifiek risico is. Aandelen doen we meer met lange termijn op basis van de trainende keten. Nou, Hergé zegt CAC 40, dat is de Fransozen zijn dat. Heel mooi. Gaan kijken of ik die Fransozen kan zien. Nou, die vind je dan dus door bovenin bij toon de markten te laten zien, de indices hier. En de Fransozen staan hier, Franse 40 index, dat is de volledige naam. En dan staat hier F40. Dan moet ik even kijken wat de eigenschappen zijn. De eigenschappen zijn hier. Contractwaarde 1, dat betekent 1 kakkeran is. Ja, 1 kakkeran is namelijk. 1 punt is 1 euro. Nou, als we dit weten, ga ik even kijken of we hier met symbolen bij die minis wat kunnen vinden. En dat zijn de tiendes die kun je dan handelen. Nou, hier kun je dus niet de D40, daar kun je niet de kakkeran handelen, maar wat je dan moet doen. Ik zou altijd via default zou ik werken. Want dat is eigenlijk jouw klapblok. Dus via default zou ik altijd werken. Dan haal ik deze even weg. Deze haal ik weg. Het makkelijkste is volgens mij om via plusje op de indices CFD daar de F40 op te pakken. Frans 40. Nog een keer. F40. En F40. Dan ga ik nog eentje doen. En dan pak ik diezelfde aan. Op basis van de blokjes maak je alles even in synchroon. Dan ga ik even, of synchroon niet, maar even ordenen. Dus maak ik in één oogopslag een profiel. De handelstime vind je daar ook bij op handen. Dat is M1 bijvoorbeeld. Rechtsboven M5, 5 minuten. En rechtsonder pak de 15 minuten. Het enige wat je hoeft te doen is dan het template van de DAX te pakken, omdat het Europa is. Rechtsonder slinger ik de 15 minuten grafiek in van de DAX. Template. Rechtsboven doe ik de 5 minuten. Ook de DAX.
En linksboven doe ik dan de template van de Kakara. Op de DAX is dat deze. Nou, en het enige wat je moet doen, altijd de instellingen veranderen. Nou, wat ik zelf niet prettig vind, eerder gezegd, is dat de gridlines in staan. Hè, dat zijn die streepjes. En die kun je heel eenvoudig weghalen door deze op 0 te zetten bij de gridlines. Hoef je allemaal niet te doen, hoor. Wat altijd bij de installatie meegeleefd, doen wij dan voor jou. Maar ik vind het ook niet prettig om een handelsknopsysteem op die 5 minuten te hebben, omdat je dan te weinig dingen hebt. Nou, te weinig ruimte. Nou, hier heb je dus een TDB. Die staat dan gebaseerd op de... Die staat gebaseerd op de DAX. Dus deze wil ik even op... pak een meet 500 zetten. Kijken of dat lukt. 500. 50 punten is dat volgens mij stoproom. Kijken of dat dan lukt. Kijk, dan worden hier wordt hier een order geplaatst. En dan zie je dus dat de take profit en stop loss iets hoger liggen. Iets wijder. En dan kun je zeggen, weet je wat, ik handel zelf geen kakkerant uit. Nou, als je, nee, ik vind 10 punten vind ik wel prima. In plaats van 50 punten kun je zeggen, weet je wat, ik wil hier wat 100 van maken. 100 take profit en 100 stop loss. Dan komt er iets krapper te liggen. Dan zet je deze nog een keer erin. Buy stop. Kijk, dan komt er iets nauwer te liggen. Maar in principe is het hetzelfde. Hè? De criteria zijn hetzelfde om te kopen en te verkopen. Alleen de kak is natuurlijk iets, beweegt iets anders. Nou, hier heb je ook van die lijntjes. Dat zijn van die gridlines. Betekent dat dan is een afstand van in dit geval 25 punten worden van die grids ingezet. Maar ik vind het niet mooi. Die kun je dus via rechtermuisklik in de kantorenlijst. Kun je via de T6-system de gridlines op 0 zetten. Of op 1000. En dan heb je dus volgens mij 110 punten. Nou, ik doe dit op 0. Dan heb je iets meer rust. Nou, dan zie je dus dat hier weinig gebeurt. Ik ga kijken of wat er dan signalen waren dan vanochtend bij Londen opening. Nou, je ziet dus dat gelijk bij de daily open hier bij die gele lijn, dat de markt wat heen en weer is gegaan, niet zoveel. En dat op een gegeven moment een swing kwam onderin. Zie je dus dat die MT-indicator al groen was. Je krijgt hier pas duidelijke signalen. Kijk, onderin heb je puntjes, dan pak je de signaal niet op. Pas hier kreeg je een lift-off. Met toch 20, 40, 20 punten, 30 punten. Dus had je in de ochtend makkelijk dus 20 punten kunnen halen. En dit is dan hieronder. Had je natuurlijk ook eerder kunnen kopen. Maar dat doen we bewust niet, omdat we conform de regels handelen zonder puntjes. En dat is belangrijk. Nou, we hebben hier dan een omdraai in de markt. En dit is ook zo dat dit systeem geeft ook aan. Wanneer dat je rond een draaipunt zit, rond een top of een bodem. Nou, hier zag je dus duidelijk dat je rond een top zit. Ging naar beneden, alleen de markt is nog niet dermate hard gecorrigeerd dat je geen verkoopsignalen had. Dus die komen later. Nou, heb je weer een draaiende markt, onderin rood, hoef je niet naar te kijken. Pas als je groen wordt, zoals hier, dan pas krijg je weer een herbevestiging. Nou, je kan er zelf niet echt veel de kak. Of jij dat doet, SJ. En zo ja, doe je dat met futures of met opties. En wat is jouw ervaring met de kakkera? Ik vind de DAX altijd uitdagend genoeg. Maar ik heb zelf geen ervaring met de kakkera. Nou, dit gezegd hebben. Als jij dus dit hebt gemaakt via default. Het enige wat je hoeft te doen. Een profiel opstaan als, en wat ik altijd doe, dan pak je bijvoorbeeld een naam, dan zeg je Kakra. Nou, SJ, ik zet jouw initialen erin, SJ. En dan komt die lijst hier mooi tevoorschijn. Dus als jij systeem afsluit, dan komt die in de lijst met op volgorde. Nou, nu staat hij voor me helemaal onderin.
En als je een nieuw profiel aanmaakt, dan komt hij onderin. En dan zie je hieronder. Ja, ik heb heel veel testjes gemaakt. Cacran SJ staat hier linksonder. Nou, als jij, ik heb een andere test gemaakt, ik wil die uithalen. Nou, dit is ook bijvoorbeeld een profiel wat ik niet prettig vind. Dus ik zou zeggen, nou, ik haal een profiel weg. En dan kun je verwijderen profiel. En dan ga ik naar een profiel waar geen vinkje voor staat. En dat is namelijk volgende. Ik heb ook test, deze haal ik weg. En dan kun je lijsten opschonen. Dus met andere woorden, dit pakket wordt meegeleverd met een, met templates, profielen, alles op en eraan. Je krijgt online trainingen. We hebben vanavond ook weer een live trading sessie om 7 uur. Dat doen we 1 keer per maand. Ook 1 keer per maand een live counseling sessie. Dat doen we echt voor de leden. En we doen ook natuurlijk live trading sessie via YouTube. Dat doen we morgen weer. En als iemand morgen om 9 uur wil kijken in de ochtend, dan is hij of zij van harte uitgenodigd natuurlijk om te gaan kijken. Meestal doen we daar ook een annons over via de mail. En dus dat is met deze. Ik zal de YouTube Monitor Workstream zal ik even laten zien. Alles wordt opgenomen. En net dat is een momentopname. Hè? Dat is dan ook zijn afhankelijk van de grillen van de markt. En heb ik nu even die link ingeplaatst voor iedereen. Dus ik weet niet of iedereen dat ook ziet. Ja. Antoine zegt, jullie handelen met M2 met 1000 euro account. DAX Nasdaq. Wat zijn de instellingen die jullie daarop toepassen? Ja, dat doen we met 1 contract. En daar hebben we de winsten en verliezen gemaximeerd op een 10 tot 15. En de Forex is wel van 9 uur tot 11:30 is dat. Van 9 uur tot 11:30 ongeveer. Want dat is namelijk een iets, ja, of 12 uur zelfs. Een iets breidere markt, want we doen de euro-dollar op de 5 minuten. Dus dat is goed dat je het zegt. Ik weet niet of mijn grafieken nog steeds zichtbaar zijn. Ik denk het wel. Ik zal laten zien dan wat voor signalen dan ook op 5 minuten zijn geweest met de euro-dollar. Die zet ik hier weer in. Euro-dollar. En dat doen we op de 5 minuten handelen we dan. Maar waarom? Omdat Aldus heeft het berekend dat dat iets beter presteert dan op 1 minuut na. Hij zegt, ik handel liever op de 5 minuten met hetzelfde resultaat dan op 1 minuut. Maar dat is een persoonlijke keuze. Dus nu even inladen, misschien dat hij iets te traag is. Wie vindt het dus weer een leuke sessie? Ja, leuke sessie dan, Jasje. Wie van jullie heeft de Trading Navigator al? Dus met aandelen. Dus dat je voor lange termijn aandelen hebt. Met natuurlijk de... Met het olifantenspoor. Ja. En dan zie je ook dat het een mooie toegevoegde waarde is. Hè? Aanvullend is dat. Want de een is niet slechter of beter dan de andere. Omdat de Trade Navigator. Ja, kijk, dat doen we deugd. De meesten hebben Trade Navigator. En kijk, met de Trade Navigator heb je natuurlijk op vrijdag dat je dan die pijlen moet kijken. Of je dan ook de. Of moet voor kopen, verkopen. Ja, de truc is om dan wel de juiste in een uitstap te doen, natuurlijk. En wie heeft wel eens aandelen gekocht? Of dat hij dan een verkooppijl krijgt op de Trade Navigator? Dat hij zegt, nou, ik blijf toch even zitten op maandag of dinsdag. Gewoon eerlijk zijn, hè? Wie doet het wel eens? Of ben je natuurlijk, dat Harm heel goed aangeeft op het einde van de week, hè, de Trade Navigator, een verkooppijl dat je gewoon je positie gaat sluiten met winst of verlies. Dus wie hoort eigenlijk bij de eerste categorie? Dat hij wel eens marchandeert. Zegt, nou, blijf toch even zitten. Blijf even aankijken. Of zeg je, nee, ik ben gedisponeerd. Nou, althans even, verkoop wel hier dan een verkooppijl. Oké. Dus je wacht nu in de week, dus, zeg maar. Hè? Weet je wel dat de Trade Navigator op vrijdag, dan heb je natuurlijk de stabiele bar. Hè? Dan heb je de laatste vrijdag
eind van de middag heb je dan wel dat er dan een pijl definitief staat. Want nu verandert natuurlijk niet in het weekend. Dus, maar het belangrijkste is dat je niet tegen de trend inhandelt. En dat is heel belangrijk. Ook met ons systeem, dat je niet denkt, nou weet je wat, ik ga even op de grafiek vooruit lopen. En dat je zegt, nou ik wil graag... Oké, kijk. Dat is een mooie rally. Ik zal nu even het systeem laten zien. Ik weet niet of mijn grafiek weer zichtbaar is met de grafieken. Het template, zeg maar. Of zo ja, even aangeven ja of nee. Nou, de schade schandaleert men, zegt Theo. Ik zie het door. Ja, top. Ja, bij mij stond het namelijk dat hij dus aan het freezen was. Maar goed. Nou, wat je dus ziet... Ik had ook aangegeven. Tegen een trend in de handel of niet. Nou, het punt is, je hebt gewoon een objectieve indicator nodig. Als jij namelijk op deze grafiek gaat kijken. Wel even intunen. Zo. Kijk. Dit is het, hè. Als jij dus gaat handelen op deze basis. Ik ga nu even een losse grafiek bijzetten van 5 minuten. Om je het verschil te laten zien van de markt. En met onze indicator. Dit is hetzelfde, hè. 5 minuten. 5 minuten zo. In de ochtend zijn we dus begonnen, hè. Nou, dan zie je dus een uptrend. En dan zie je dus dat we omhoog gaan, hè? Hier. Ja, en als je dus zonder indicator handelt, dan is het gewoon een beetje zoeken, roepen in de woestijn. En dan zie je dus dat, dat na een stijging, dat je denkt, nou, weet je wat, ik moet winst nemen. En als je dus, sommigen zeggen, ja, price action, je moet price action doen. Nou, dit is een price action, ik zal even een weerstandslijn intekenen hier. En een steunlijn, deze. En dan zeg je, ja, dan moet je aan de bovenkant moet je verkopen. En aan de onderkant moet je weer kopen. En daar moet je weer verkopen. Nou, punt is, dan denk je hier. De markt gaat omhoog. Nou, denk je, weet je wat, ik ga verkopen. Maar hier stijgt hij door, zie je? Nou, en wat doe je dan? Ik weet het niet. En dan hier. Nou, het is zo hard gestegen. Want je brein is natuurlijk zo geprogrammeerd. Je ziet alleen maar aan de rechterkant. Dan denk je dit. Hé, ik heb al meer dan... 30 pips heb ik misgelopen. Oftewel, 30 maal 10 is $300, hè, als je één contract handelt. Nou. Ook, wanneer moet je winst nemen? Wanneer moet je verkopen? Nou, dit hier gaat in één rechte lijn door. Zie je? Nou, als je hier dus onze indicator toepast, ik zal deze laten zien, dan weet je precies wat je moet doen. Want... Zelfde grafiek met ons indicator. Zelfde grafiek, deze. 5 minuten. Dan heb je hier dus die F in de ochtend. Dat hij iets naar beneden gaat. En dat je bij Londen opening omhoog gaat, zoals je ziet. Onderin zie je een blauwe lijn. Zolang die blauw is, ga je nooit short. Ga je nooit tegen de markt in. Je gaat alleen maar kopen. Nou, wanneer ga je kopen? Wacht op de pijl, is hier. En dan wordt hij dan, even kijken, op de high is 107.2. Dus doen we daar 2 pips bij, of 4. Dan wordt hij dus eigenlijk 2 pipjes hoger, wordt er ingeschoten. En dan wordt hij hier pas getriggerd. Ik moet wel zeggen dat hij dan ook eerst naar beneden gaat. Een klein dipje maakt. Maar dan dat hij wel de tijd oppakt. Maar je ziet hier de blauwe lijn. Hij blijft doorgaan. En dan heb je dus een rit van meer dan 10 pips. En 10 pips is dan ook voor ons een trigger. Hè? Dus om iets te nemen. Nou, hier heb je dus weer een herbevestiging van die pijl. Wordt niet... gevolgd door een hogere candle. Want je ziet dat de candles er lager liggen.
Nou, hier zie je pas dat hij dan, hier moet je hem uithalen, hier wordt die kleur veranderd, hè? Platte PMA. Oranje kleur, onderin puntjes, dus de markt consolideert een beetje. En dan pakt hij dus de draad op een gegeven moment keurig netjes erop. Zie je dat hier? Hier weer 12 pips. En we zijn een stukje verder. Ook weer meer dan 13, 14. En zo zie je dus dat die PMA, die helpt jou al om de foute trades uit te halen. Dat je aan de goede kant van de streep zit. Want heel vaak denk je, nou, het is als hard gestegen. Ik ga weer verkopen. Ik ga weer short. Wie herkent dat? Dat je, nou, het is te hard gestegen. Of is het te hard gedaald? Nou, heb ik hier dus een tijdsbestek van, even kijken, het is hier Londen om 9, dus 10 uur, moet het tot 1 uur door, dat is hier. 1 uur. Dat is daar, ga ik een verticale lijn inzetten. Dus van Londen opening, zeg maar van hier naar daar. Gaan we kijken welke signalen zijn ook gegenereerd. Nou, hier had je dus een trade. Nou, het zat niet veel in het vat, 5 puntjes. Hier had je ook weer een nieuwe trade. 10 punten. Dus eigenlijk had je onderin dit signaal niet geldig, dit signaal wel. Dus 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dus vanochtend had je 6 trades gehad eigenlijk. Met weinig tot, ja, eigenlijk alleen maar winstgevende trades. Met een kleine winsten af en toe en grotere. En je ziet ook dat na 12 uur, 1 uur servertijd zie ik, is dat we dan hier weer signalen hadden gehad. Maar hier zie je dat hij wel een signaal geeft, wordt niet gevolgd door een hogere candle. Dan hebben we puntjes. En daar hebben we weer een nieuw signaal. Dat is hier pas. Dus het systeem geeft niet op de top of de om een verkoopsignaal of een top om te shorten en op de bodem te kopen. Nee, dit geeft uitstekend aan de richting van de markt en ook de entry. De exit, daar moet je zelf fine-tunen. Dus wie vindt dat interessant om dat zo te beoordelen ook? En dat ook wat toegevoegde waarde is. Hè? Dat je ze ook echt houvast hebt. Net als die trade navigator. Ik zie ondertussen wel dat Antoine vorige week winst heeft genomen. Nou, hartstikke goed. Jasje zegt heel interessant. En mocht je interesse hebben in het systeem, feel free om ons te contacteren. Dat kan ook via de website. www.monitorwerk.com. Ja, monitorwerk.com. En als het TSS system is deze. En die hebben we hier. En die zal ik ook even inzetten. Er staat ook een Calendly link van mij van 15 minuten. Of je mag ook Leon de Piels natuurlijk bereiken. Die komt ook een andere keer weer aan bod bij zijn lunchwebinar. Antoine, heb jij een demo-rekening bij FXZ al? Wil ik echt gaan. Je kunt vanaf €200 kun jij gaan. Dan moet jij, ik zal even kijken hoe dat werkt. Voor mij kun je het beste even naar services bij FXFlat. Service@fxflat.com een mail sturen. Helpen met het aanmaken van een demo-account of een live-account. Dan moet je wat verificaties doen namelijk. En aanstaande donderdagavond heb ik om 7 uur een webinar met de ARAS. Dan kun je ook kijken. Dus zou ik ook aanraden om dat te doen. Nou, en dan kun je ook met ons natuurlijk een demo-rekening openen. Dat is namelijk als jij
een demo-reeks wil aanvragen, moet je even zeggen dat je via Money to Work bent gekomen of via ons. En dat is via de link die ik nu even in ga zetten voor jullie. Dus de demo-rekening. En volgens mij is dat deze demo, die zal ik even inzetten voor jullie. Voor diegene die nog niet een demo-rekening heeft. Dat is de eerste, de demo-rekening. En de tweede is namelijk de live-rekening. En dat is voor Antoine, live-rekening. Dus die heeft ook wel interesse om in het weekend te handelen. Dus niet alleen van maandag tot vrijdag. Maar bijvoorbeeld dat hij ook overdag aan het werk is. Of in de avond dat je ook in het weekend mogelijkheden hebt. Ben ik toch benieuwd naar. Nou, absoluut. Nou, Antoine, je weet mij te vinden. Ik zal het link van sturen. Vraagje. We hebben namelijk op 7 april, vrijdag april of Goede Vrijdag, hebben wij een live day trading sessie. Live day trading dag. En wie vindt dat interessant om daar iets meer van te weten? Dan zal ik even een link, zal ik even het scherm delen, voor het geval dat je nog niet mijn scherm ziet. Dus deze. Zal ik even het link inzetten. Deze informatie staat in deze link namelijk. Live Day Trading Dag. Op 7 april. Ik heb voor mij zie je mijn scherm nu ook, hè? Met het team van Money to Work. Alleen Harm die ontbreekt, die zit in Mexico. Die zat toen in Mexico. Die was op de beurs van Berlage in november. En we hebben in januari hebben wij een speciale sessie gedaan in Venlo in een stadion. Niet buiten, maar binnen. Mannetje 40 waren daar. Dat was een doorstaand succes. 8,6 gemiddeld. En daarin hebben wij daytrading seminar georganiseerd. Waarbij we vooral accent leggen op live trading, zoals nu ook. Inzicht in de markt. Een stukje persoonlijke ontwikkeling. Een stukje mindset. Wat komt er bij kijken om succesvol te traden? En het enige wat je hoeft te doen, je aan te melden. De basisticket is €197, inclusief BTW. En dan heb je dus een sessie van 9 tot 4. Als je verlengd. Dus dan voor €497, €300 meer heb je inclusief BTW. Heb je dan VIP-arrangement met 1 uur extra coaching daarna. Van 4 tot 5. Speciale VIP-tafel met lunch. En je krijgt een aantal boeken cadeau van rondom crypto trading. Voor ambitieus beginners. Forex trading voor ambitieus beginners. En dan heb je dus een heel waardevolle dag, all-inclusive. En je mag ook een introductie meenemen als je dat wilt. Nou, die link voor de aanmelden met meer informatie zie je daar. Live day trading sessie. Nou, wil je daar naartoe gaan? Feel free om daarop aan te melden. Dan kun je dus via info@moneytowork. Ook even een mail sturen. Als jij zegt, nou, ik heb interesse, kun je me een link sturen of je hebt andere vragen. Dus deze sessie is speciaal geschikt ook voor degene die niet het MTW-systeem al heeft. En en Maarten was ook aanwezig. Leerzame dag, zeker komen. Venlo was prima. En een stukje interactiviteit, dat is echt super gaaf. En dit soort sessies zijn natuurlijk leuk, die lunchwebinars. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon interactiviteit hebben. En dan leer het beste en de beste van. Dus wie heeft op zich interesse om meer informatie te hebben over dat daytrading seminar? En je kunt je gewoon aanmelden via de PayPro links die ik daar heb neergezet. Dus die ik heb getoond op het scherm. Zijn er vragen met betrekking tot
Ja, live trading dag, sessie. We gaan bewust niet streamen. We gaan niet live streamen, want dat is niet goed bevallen. Dan hebben we liever focus op dat het goed is, hè, op de dag dat je fysieke sessie hebt. En heel veel mensen kwamen ook uit België, uit andere landen, om speciaal naartoe te gaan. Dus hartstikke mooi. Nou, dan wil ik zo even terugschakelen naar het scherm. Dus dit is op zich wel prima, hè? En ga ik nu het scherm opnieuw delen, want ik hoor allemaal piepjes. Gaan we kijken wat er gebeurd is. Deze status, voor mij heb ik nu weer die status weer in zicht. Pak ik de DAX weer. Focus op de DAX. Nou heb ik toch een aantal markten de revue laten passeren. Dus de DAX natuurlijk als aanvang. Vervolgens hebben we nog de Cacaran hebben wij gedaan met voor de SJ, hoe dat maakt. En tenslotte hebben we nog de euro-dollar toegelicht. En dan met of zonder indicatoren. Nou, en we hebben nog een trade gedaan op de DAX. Dus die vanuit de short, dus dat we ook nog wat hebben verdiend. Dus dat is ook mooi. En ja, zijn er op dit moment opmerkingen, suggesties? Op dit moment. Dus kunnen we zo richting de afrondende fase. Volgens mij komt Donald de Zoete morgen aan bod. Dan zal ik hem dus aanslingeren. Dus, en ook als je een cijfermatige beoordeling wil geven. 0, super slecht of 10, uitstekend. En Jasje zegt, als ik duik, ga nog een paar keer kijken voordat ik van EG ga. Hartstikke mooi. Maar Jasje, jij had volgens mij Trade Navigator, hè? Had ik gezien. Dus goed dat je zo, ja, mooi. En hoe lang ben je daar al mee bezig? Nog net begonnen, kijk, dat doe je goed. Nou, ik zou zeker aanraden, ga die maandagochtendsessies altijd bekijken. Dat doet Moesien volgens mij nu, hè? In mijn 8 uur ochtend worden ook altijd opgenomen. Dit soort sessies worden ook opgenomen. Ik doe er heel veel ervaring mee. Zoals ik heb aangegeven, zorg dat je je basis goed hebt. De aandelen. En mocht je hier naartoe komen, feel free om ons daar ook op te contacteren. We zijn niet weg te slaan van de lunchwebinars. En onze live tweede sessie natuurlijk op YouTube. En dus als je nog een cijfertje wilt geven op het slot, dan mag ik kijken of het terug mag komen van Harm. En RTS zegt 9, dankjewel. En misschien ook kwantitatieve, zeg maar, of een kwalitatieve beoordeling. Zeg maar, wat is een takeaway wat je hieruit hebt gehaald? Wat heb je hier geleerd? Nou, Maat heeft tijdens dit webinar 12 punten gepakt op de DAX. Jouw rapport zei we 12. Ja, het is altijd verbetering vatbaar natuurlijk, Maarten. Dat weet je, top. Goed gedaan, lekker duidelijk 9. Maar is er één ding wat je hebt opgepakt vandaag? Nou, Maarten zegt die trade. En ik denk dat het die short trade is geweest, Maarten, of niet? Lekker duidelijk. Nou, hartstikke mooi. Mij wordt wel eens weten dat ik niet zo duidelijk ben of dat ik te snel ga. Klopt, als ik alleen ben, dan heb ik geen Leon of iemand anders die me op de rem kan trappen. Maar ik ben blij dat jullie ook mooie bedelingen hebben gegeven. Het gaat me meer om dat je hier eruit haalt. Het gaat mij niet om... natuurlijk is het natuurlijk mooi... goede cijfers, maar het gaat erom dat jullie een takeaway hebben, dat ze nou, hier kan ik iets mee doen, al dan niet met het systeem, of misschien later met ons, dus dat is maar geen probleem. Maarten zegt 2 keer long, 2 keer short, heel goed Maarten, top gedaan. Ik neem afscheid van jullie, bedankt voor het kijken, en morgenavond, of morgenmiddag 12 uur lunchwebinar, en dan wens ik jullie heel veel succes, en tot de volgende keer. Ciao. Dag. 19 uur vanavond inderdaad, Maarten, live trading voor NTW. En donderdagavond is nog FX Flat webinar met ons. Tot de volgende keer. Dag. Dag iedereen. Dag Jascha. Dag Christophe. Dag Maarten. Dag iedereen. SJ.